Hallo en welkom bij Pauls met Lotto en Staf. Ik hoop dat het geluid van deze opname een beetje goed gaat zijn, want ik zit aan mijn treinbaan en daar wil het altijd nog wel eens een beetje hol klinken. En er staat een 3D-printer op de achtergrond ook nog te loeien. Ik wilde even een stukje hekwerk gaan afmaken vandaag. En dat is toch wel iets waar ik inmiddels handig genoeg in ben, dat ik denk, het leuk, dat kan ik wel laten zien. Er staan hier al wat hekjes. Dit zijn plastic hekjes uit een doosje. Maar de hekjes hier zijn zelf gemaakt. En daarvoor gebruik ik zoiets simpels als tandenstoker. Ik hoop dat het de camera. Ik zie dat hij een beetje probeert scherp te stellen af en toe. Ik hoop niet dat dat te vervelend wordt. Nou goed, tandenstokers die ik doormidden knip. En ik heb hier een hele dunne koperdraad. Die komt van een oude Lima motor. Die heb ik een paar keer helemaal alle koper afgehaald. En hij is stevig en dun genoeg voor dit soort hekjes. Nou. Tandenstoker en een tang en het vliegt overal heen. Dit is redelijk voor de hand liggend, vanzelfsprekend. Ik heb hier een XPS-plaat. En die XPS-plaat heb ik geverfd met bruine verf, die ik hier in deze hele grote pindakaaspot heb zitten. Hij ziet er wat rood uit. Dat komt omdat het aan de randen nog niet zo heel goed geverfd is. Op de tafel valt het wel mee. En wat ik doe is dit de basis en ik gooi er regelmatig andere kleuren overheen. Nou, ik zal hier in de hoek natuurlijk een paal hebben. Zo. Even kijken, dat er hier ook nog wel eentje kan. Dit is mijn moestuin, dus alles is half bakken en gaar. Want zo gaat het ook op echte moestuinen. Hier komt een ingang vandaag. Die is wat groot. Nou, niet meer. Ook op echte moestuinen verbaast het mij altijd. Wat een ongelooflijke rommel het is. En het is fijn, want ik ben zelf niet zo van het opruimen, dus ik kan hier ook gewoon een rommel van maken. In de hoek moet natuurlijk ook nog een stokje komen. Nou. Makkelijkste. Het is een heleboel draad. Ik leg daar gewoon even een lusje omheen en dit is, kijk, superglue. Drup je op het stokje, niet op je vingers. Het is mij al een paar keer gelukt om mijn vingers aan elkaar te lijmen. Zeg, het is secondenlijm, dus het zit nu al goed vast. Zo. Draadje eromheen. En hier zit al een stokkie. Nou hoop ik dat ik hem hier omheen ga krijgen. Oh, dat is jammer. Blijft hij net aan mijn lijm hangen.
Zo. Dat eind is over en daar zit ook nog lijm op van een ander project. Dat kan af. Het hoeft allemaal geen ontzettende krachten te dragen, dus het hoeft maar een beetje vast te zitten. Zo. Ik zet ze ook niet op elk paaltje afzonderlijk vast. Hoewel ik dat hier beter wel had kunnen doen. Dit spul is allemaal zo dun dat inderdaad het afknippen van zo'n topje kan genoeg kracht erop zetten dat het toch nog uit elkaar springt. Ik vind deze paaltjes nu wel heel erg wit. Maar er is niks waar een beetje van die bruine zooi niks aan kan doen. Ik heb hier al van allerlei kleurtjes. En een kwast. Zo. Dan hoop ik dat ik nog wat water heb, want ik vind hem net te dun, maar een paar druppies is genoeg. Dit is acrylverf en door die te verdunnen loopt die wat meer uit. Krijg je ook wat meer dat de originele kleur er doorheen komt. Wat in dit geval niet zo'n ramp is. Ik verander heel vaak van verfkleur. Ik doe er wat bij of een ander kleurtje bij. En dat doe ik eigenlijk allemaal om er maar voor te zorgen dat niet alles hetzelfde is. Want als alles hetzelfde is, wordt het heel gauw saai, vind ik. Of het ziet er perfect uit. En het laatste wat ik wil is perfectie. Want het is een moestuin. Het moet allemaal een beetje rommelig, allemaal een beetje anders zijn. Zo, hier ligt ook nog een beetje lijm, die kan ik ook mooi wegwerken. Zelfs die kookkabel is te verven. Het kan zijn dat het wat rommel achterlaat op die kabel. Maar dat is helemaal niet erg. Zo, en ik vind dat deze te groen zijn geworden. Dus daar kan nog wat bruin bij. Lekker buiten beeld. Nu ik toch bezig ben, kan ik ook alvast deze van kleur voorzien. Zo vallen ze wat minder op in de rest van het landschap. Ik denk dat deze tuin misschien wel groot genoeg gaat zijn voor dit huisje. Dit is een 3D-print, vervolgens opgeverfd. Er zit wat zilver op de bovenkant, zodat het ook lijkt alsof het plaatwerk is.
Die zou, ik vind hem misschien net iets te groot, maar die zou hier wel kunnen. Of misschien bij een grotere tuin ergens achterin. Ik heb ook nog anders de kleinere variant die hier in de hoek staat. Ik zou er ook bij kunnen. Maar het leuke van die 3D-print is dat als je hem te groot vindt, dan maak je hem kleiner. Dit is voor deze te groot. Dus ik heb dezelfde print gepakt en hem op 75% geprint. De binnenkant is wat zwart, dus er zat wat zwart, zwart plastic in mijn printer. Maakt niet zo uit voor de binnenkant. Het is nu nog ongeverfd. Ik heb hier alvast het tak wat erop kan. Hij is net gelijmd, dus hij moet nog een beetje drogen. Dit dakje daar zo op. Ramen. Deur. Kan ik hier nog een huisje van maken. Regentonnetje erbij. Zo langzamerhand begint dit stukje wat verder aangekleed te raken. Ik ga dadelijk deze lekker verven. Het zal er zoiets uitkomen te zien als deze. En ik vind dat deze aflevering van mij, die een beetje aan het rommelen is, lang genoeg geduurd heeft. Dus ik zou willen zeggen: dankjewel voor het kijken. En tot een volgende keer.